komt een Spar supermarkt op de benedenverdieping van het Erasmusgebouw. De hal van het gebouw wordt opnieuw ingericht. De winkel komt op de plek waar nu de Honors Academy zit. Er mag geen alcohol verkocht worden en duurzaamheid moet belangrijk gemaakt worden in het aanbod. Voorheen werd commerciële concurrentie voor het huidige gefaciliteerd bedrijf buiten de deur gehouden. Men verwacht echter dat de supermarkt juist nieuw publiek zal trekken. De Refter gaat ook op de schop. Hier wordt in augustus 2018 een hipper foodcourt met diverse afgiftepunten geopend. En ook hier zijn commerciële uitbaters dan welkom. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.